zitten hier in de Schilderswijk. Dit is het Hanemanhoek. Dit maakt deel uit van het project Foodscape Schilderswijk. Ik ben Deborah Solomon, een van de trekkers van dit project. Wij zijn begonnen in 2010. Het is in eerste instantie een opdracht vanuit het Foodprint-project van Stroom Den Haag. En later zijn we verder gegaan met de bewoners en lokale instanties. Wij willen samen met een wijk een eetbare landschap aanleggen in de openbare ruimte van de Schilderswijk. Wij willen een voorbeeld maken van hoe ziet een wijk eruit als je de algehele openbare ruimte inricht als foodscape. Dat is basisschool Het Palet. Samen met de leerlingen en de moeders van die school hebben we deze fruitmuur aangelegd. Wat je hier ziet zijn pakweg 13 à 14 verschillende cultivars pierenbomen en één kweepier. Daartussen zijn nectarbloemen die deze muur horen te bekleden binnenkort. Heel veel bessen. Onder deze wintermulch van stro zit heel veel artisjokken, rabarber, echinacea en bodembedekking, die drachtsplanten, dus voor de bijen. Natuurlijk plannen wij heel veel activiteiten in dat de buurt gewend raakt aan oogsten. Oogst van de bloemen, allerlei bessengoed die hier zit en ook vooral alle peren. In de komende maanden, tot en met de zomerhiaat, gaan we deze proces, het groeiproces, maar ook het sociale proces volgen. En er komen regelmatig updates op de website, urbaniahoeve.nl, waar je het proces kan volgen.